de 25e, een rotdag, een dubbele dag. We hadden 12 jaar getrouwd kunnen zijn. Kom een schip met zuurappelen aan. En het white beest. Hé, hey, ja nou. Ja, hé. Hoe wordt je dikkie de... Ja, moet je niet waar vallen, hè? Goedemiddag, mijn lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer donderdag 24 september en we leven om 13:30 uur. Exact, ja, op mijn horloge dan. Het is hier triest, grijs, grauw weer. Af en toe een glimpje van de zon. Nou ja, dat heb je hem met de herfst. Ja, de herfstperiode die... Heeft dat nou eenmaal, Rijka loopt een beetje in de weertarnis, die weet niet wat ze moet. Maar ja, ik weet wel wat ze moet en dat is straks eventjes naar buiten toe. Ja, gaan we eventjes lopen. En dan zal ik ze weer verzorgen en alles. Ja, ook Kandal, die is buiten. Nee, die zal zo meteen wel meelopen en dan als ze terugkomen wil die ook natuurlijk eten. Ja, vanochtend wel eten gehad, maar nu moeten ze weer. En Ewen moet een medicatie hebben, want ik had er vroeger wel eten gegeven, maar geen kip. Maar ja, ze lust ook die zakjes, maar denk je dat ze er gewoon gegeten heeft? Wat had ze? Het zakje ligt er nog. Gevogelte. Nou, hier ook. Staat het er nog? Nou, dan krijgt Kandel dat straks weer met brokjes erdoorheen en dan krijgt zij wel weer kip. Ja, kip zat voor haar. Ja, echt. Nou ja, maar in ieder geval, ze doet het goed hoor. Ze komt ook al wat aan. De ruggengraat die voel je wat minder, dus ga toppie met haar. Hé, Ewin, madammetje. Ja, en Rijke die staat. Malle meid, wat ga je doen? Oh, toch maar leggen? Ja, zou ik ook doen hoor. Maar in ieder geval, ik heb me weer gepoedeld en gedaan. Lekker een schone jurk aan. En morgen is de 25e, een rotdag, een dubbele dag. We hadden 12 jaar getrouwd kunnen zijn. En in plaats van dat we 12 jaar getrouwd zijn, is die 3 jaar en 7 maanden in de hemel morgen. Ja, dat doet me pijn, dat doet me veel verdriet. Echt waar. Ik ga nu eventjes lekker lopen. Ik ga vanmiddag ook gewoon weer lekker renderen en doen en plaatjes maken, ook voor jullie. Ik ga, ja, als het knap weer blijft, ga ik met Rijka die kant op. Ja, kan ik ook wel doen. Gelijk die kant op. Ja, ik neem jullie straks mee. Leuk. Ja, gaan we helemaal doen. Ja, dat proberen we even te doen. Helemaal naar die winkel toe te lopen. Waarom ook niet? Ik hoop dat we nog geen regen krijgen. Nee. Maar ja, oké, gedaan. Dan verschoon ik me toch weer. Ja. Kleding genoeg. Simpel. Maar oké, lieve vrienden. Ja, maar dan mag Kandal of niet mee. Nee, die kan ik niet gebruiken, die kant op. Echt niet. Maar ja, komt goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Ik zal hem gewoon naar binnen lokken. Zometeen komt hij wel met het eten. Komt ook goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben toch maar weer thuis gekomen, want we krijgen toch een hoop slecht weer. Daar ga ik niet doorheen en het waait als een raket. Dat raket, nou, dit kleine stukje gelopen, nou, bek af. Ja. Dus dat gaat het niet worden vandaag. Ik wacht toch wel liever af tot het beter weer is. Want nou ja, er komt een schip met zure appelen aan, zoals wij dat dan benoemen, want als je dat daar ook ziet, hoe donker die lucht gaat worden. Ja, en daar onder die boom boven die andere huisjes uit. Nou nee, dank je de koekoek. Ik heb het nog veel donkerder gezien dan ik net buiten liep. Maar ook daar wordt het donker. Hij zelfs Kandalf, die was toch naar buiten geglipt. Die is met ons meegelopen, maar die is ook weer binnen. En dat doet hij bijna nooit hoor, mee naar binnen. Nee. Nee, echt niet. Ja, kom een schip met zuurappelen aan.
En het wordt best. Hé, hey, ja nou. Ja hé, hoe wordt je dikke de... Ja, moet je niet wel vallen? Moet je niet vallen? Nee. Vallen doet ouw hoor. Jo. Vallen doet ouw. Ja, zeker. Op wat de dikke hè. Op wat de dikke hè. Oh, ben je mooi? Ben je zo mooi? Hoe mooi ben je dan? Ben je mooi? Wasser. Ben je mooi? Ja, ben je mooi? Och, godje. Laat eens zien hoe mooi je dan bent. Laat eens zien hoe mooi je bent. Laat eens zien. Ja, dat je je eigen poetsen moet af en toe, weten we ook wel. Dan moet hij een rondje doen en niet een poetsje doen. Hé, ja. Laat eens zien. Hallo. Madammetje. Koek, koek. Hoe mooi ben jij? Hoe mooi ben jij? Ja, nog een keer. Goed zo. Grote meid. Ja, ze is grote meid. Het is zo'n mooi meisje. Het is zo'n mooi meisje. Ben je een mooi meisje? Jij. Oh, zo'n mooi meisje. Ja, oh ja. Oh ja. Moet je er helemaal van grommen? Ja? Lekker ding. Maar oké. De poesjebeestjes hebben eten gehad. Rijka heeft nog steeds een brokje staan, dus daar kan ze lekker van eten nog. Dat maakt ze eerst maar op. Dan kan ik de hele boel afwassen. Eeuwen die het kip gehad. Kandalf heeft het bakje nog in de gang staan. En die had dat vlees van wat Eeuwen niet had opgegeten. Ik weet niet of ze het op, of die het op heb. Nee, een paar krummeltjes. Nou ja, dat geef ik dan meestal weer aan Rijka. En dan kan de hele bende afgewassen worden als het leeg is. Ja. Zo simpel. Hé? Of niet? Dan. En er ligt nog een uienschil. Ja, dat is gevallen. En zo kan het ook gewoon weggooien. Hé, Eeuwen? Hallo. Wat zit jij daar zo moeilijk? Een rare houding. Oeh, kind. Oh, je was met ook een schoonmaak bezig. Wil je allemaal aan de schoonmaak? Ach zo, ja, dat moet gebeuren, hè. Dat moet ook allemaal gebeuren. Ja, allemaal. Goed zo. Die is brokken aan deze grote meid. Ja, komt er toch eens een keer op, hè? Waar ligt er nog een op de grond? Hup. Een bek vol en dan holla. Gaat het maar. Nou, en je hebt geen vlooi, want ik heb je helemaal nagekeken. We moeten alleen nog... Oh ja, als we toch weer naar blokken gaan... Neem ik dat doosje gelijk mee. Dat moet mee, dat doosje. Kijken of hun dat ook hebben. Enkel dan goedkoper. Dat zijn koudtabletten voor vlooien en teken en weet ik veel wat. En één keer per 3 maanden. Nou, ze heeft er eentje gehad. Dat ze geopereerd is. Maar toen heeft ze van mij niet gelijk gehad. Dan heeft ze van mij geloof ik zo'n beetje 2-3 weken later gehad. Nadat zij was opgeknapt van de operatie. Dus ja. 1 keer per 3 maanden. Dat is zeg maar... augustus. Nou, juist. Andere maand. Oktober moet ze. Ja, in oktober moet je... Eind oktober. Dan moet je weer. Ja, en ik heb geen enkele vloer gezien. Ook blaken bewust op de rug leggen. En dan ken ik op de buikje ken ik ze zien. Maar niks. Helemaal noppen niendo.
Oude Frietjanus, hè? Oude Frietjanus, ja! Boe! Oh, wat zijn we mooi! Lekker ding! Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van je hele dag! Heerlijk, alle drie binnen. Oh, dat vind ik zo fijn, hè? Alle drie binnen. Dat kan uiteindelijk ook erbij is. Ja. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. En ja, wees lief voor elkaar. Meer kan ik er niet van maken. Ik zal even nog de medicijnen klaarmaken voor Ewin. Want die moet ze nog wel hebben. En dan komt dat ook wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Nou, weer even testen. Ja. Dan kun je foto's maken. Ik dat niet begrijpen. Waarom wil dat niet? Misschien nou? Nou, een foto maken? Nee. Heel raar. Waarom wil dat niet? Ik heb er toch hulp bij nodig, hoor. Zo, in het begin wel. En nou niet. Heel raar. Vind ik niet leuk? Nou, zeg. Nou knippert hij blauw, maar hij moet gewoon blauw blijven, juist. Nee, gaat weer knipperen. Hij moet toch foto's kunnen maken, dat ding? Ik begrijp er twee keer geen reet van, hè? Ho. Ja, ga maar schommelen. Kijk nou dan? Ook niet. Ik moet foto's kunnen maken. Hij doet dat niet, hoor. Nou, er zijn dingen, daar heb ik hulp bij nodig.nl. Doe ik dat weer uit. Zo. Hé, kan de vie. Ja, dat doet hij allemaal perfect. Zit Ewin weer? Nou ja. Ik weet het niet. Het zal. Ik heb gewoon hulp nodig. Ik heb een brief gekregen, maar dat moet ik dan kunnen lezen. Hanenpotengedrag. Heel klein en amper te lezen. Ja. Dus ja, daar. Ik snap er even niks van. Nee, helemaal noppenjendo. Maar het komt goed. Ja hoor. Ze zeggen, hou vol goede moed. Ja, meer kan ik er ook niks van maken. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. En we zien het wel, we zullen beleven. Ik moet dat daar hulp bij hebben, simpel. Het wil niet. Ik doe wat ik doen moet. En dat doet het niet. Nee. Maar oké, komt goed. Ik zou zeggen, tot later. En ik ga daar weer verder. Doei! Nou, ik heb weer geprobeerd met dit apparaat. Het wil nog weer niet, maar doe ik mijn andere mobiel erin, doet hij het wel. Ik krijg deze niet meer eraan gekoppeld. Terwijl die er wel in staat, maar dat koppelen. Ik doe ook een bluetooth en alles, maar
Hij pakt hem niet op een of andere vreemde manier. En dat krijg ik ook te zien. Lukt dat het niet lukt? Nou ja, laat maar. Binnenkort mag ik toch weer een nieuwe telefoon uitzoeken. Dus dan komt deze erop. Ja, deze vegen we dan helemaal leeg. Ik ga het allemaal naar de nieuwe toe. Op de foto naar die erop staat. En dan gaat alles er verder eraf. Ik wil hem helemaal leeg en schoon hebben deze. En dan gaat het daarop. Ja, dan, dan moet het lukken. Ja, simpel. Maar oké, komt goed hoor. Ja, dat gaat allemaal goed komen. Kan ik het nou nog niet gebruiken? Nee, en dat is wel even balen. Of Karin moet het lukken, dan is het een andere zaak. Maar dan snap ik niet waarom het mij niet lukt en dan weer een ander wel, weet je. Ik doe toch wat ik moet doen, want ik doe hetzelfde dan wat ik met deze telefoon doe. Dus ja, dat schiet niet op. Maar oké, komt allemaal goed. Ook die test. Ik laat het er gewoon in staan, want dan weten jullie dat ik ermee bezig ben. Ja, dat is helemaal leuk, lief en aardig. Maar ik zeg nou weer tot straks, want ik ga echt verder en ik neem er een bak koffie bij. Voilà. Ze zeggen tot later. Ja, hallo lieve vrienden. Daar ben ik weer even. Ik ben met de tweede vlog bezig. Die wordt nou aan elkaar geplakt, gelost, gedaan door de videopad. Even niet liggen. Daar. Die kant op. Daar. Rijka die ligt. Moet ik ook goed wijzen. Daar. En meneertje Kandolf is ook binnen. Ja, en waar ligt die? Nou, ik heb maar een dekentje omheen gedaan. Vanwege mijn goede kleding. Maar die ligt op mijn schoot. Daar was die dan. Kandolfie. Jo, is een Kandolfie hè. Ja, man. Zomaar binnen, zomaar beneden. Hij wil niet naar buiten. Ja, hij is al een paar keer naar buiten geweest, maar dan komt hij bij de tuindeur weer terug. Miauw. Hé? Ja. Kereltje. Ja. Zo'n kereltje. Nou. Oh lief, ja, kom met die snoet koken ervoor je. Ik heb het nou even over Ewing. Dat jij lief bent, dat weten we. Hé? Doe je hoed goed. Zo. Zo. Hé, alle drie bij elkaar, zo. Eén op schoot, één in de vensterbank en de andere die is nieuwsgierig. Oh ja, ja. Zo helemaal. Zo helemaal. Oh, goed ziet dan. Ach, goed ziet dan. Niet daar ook niet. Ja. Och, zo lief allemaal. Doe je voorzichtig. Hé, doe je voorzichtig. Lief allemaal, ja. Dat was zo lief, hè. Maar oké, lieve vrienden. Ja, dat is toch ook lief. Ik vind dat gewoon zalig dat ze binnen zijn. Ja, hij is nou trouwens aan het renden rond momenteel. En daarna gaat hij hem pas aan elkaar maken. Hij haalt nou de fouten eruit. Zeg maar. Ja, onevenheden, wat dan ook. Is dat lekker mooi? Meis bedoel ik. Hè? Ik haal het door elkaar hier. Het begint alweer te regenen. Niks aan, ik kan dat. Nee, hè? Oh, kusje tikkie, hè. Oh, kusje tikkie, hè. Ja, er is echt niks aan. Nee, geef mij maar zonneschijn. Ja, dat is pas fijn. En regen, laat dat s'nachts maar gebeuren, hè? Ja, hè? Wij houden daar niet van, hè? Nee, wij zijn mooi weer mensen, hè? Ja, en jij diertje, hè? Jij mooi weer diertje. Jo, oh godje, jij hebt ook een katje hoor. Oh, jullie zijn allemaal lief. Oh ja, allemaal lief. Allemaal lief.
Hé, hey, arme zo lief. Hé, hey? Och, kusje. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. Het is 16 minuten over 5. Dat was een haal van Gandalf aan Rijka. Dus ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit. En ik maak er gelijk renijden aan. En ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond geweest. Voor later op de avond uiteraard welterusten. Slaap lekker met mooie dromen en weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, ik zou zeggen, tot dan. En het weekend staat weer ook weer voor de deur, want morgen is het vrijdag. Dus geniet des te dubbel. Ja. Ga je te stappen? Nou ja, het mag me tot zo laat en dan moet je weer naar huis. Want om 1 uur moet alles leeg zijn. Dus ja, dat weet je. Nou, maar ja, waarom moet je te stappen? Je kunt het ook thuis toch doen. Ja, dat hoeft niet zo nodig in een kroeg of wat dan ook. Maar ja, wie ben ik? Vroeger ging ik wel uit hoor, ging ik te stappen. Maar we hadden eenmaal een hele leuke fijne kroeg hier. Maar die bestaat niet meer helaas. Want dat was een karaokebar. Ja. En de vrouw die achter die bar stond, die kon zo goed zingen. Echt waar, dat was net een tweede Anouk. Ja, die liedjes die Anouk zong, nou, er zit geen verschil in. Zo mooi. Dat was een toppertje hoor, echt. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot morgen. En ja, doe wat je doen wilt, doen moet. Maak er een fijne tijd van. Ja, meer kan ik er niks van zeggen. Ik bedoel, je moet... ik moet niks, zeg ik dan. Maar je moet Rutten opvolgen. Nou, tot op zekere hoogte. Maar voor de rest bekijk het maar. Ik heb de mijne ervan. Ik leef gewoon mijn leven en niet dat van hem. .nl. Ja. Nou, ik zou zeggen, tot later. En als je het leuk vindt, ach, druk dan even op die duim. Ja, en ben je nog niet geabonneerd? Kan ook, hè? Abonneer je maar. Simpel. Het is gratis, dus wat wil je nog meer? Ik zeg, doe het alsjeblieft. Hoe meer volgers, des te gezelliger het is. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot morgen. Doei!